De Nederlandse stichting Pandit heeft gisteren haar boek Sri Guru Puran gepresenteerd in Suriname. Dit boek is een vertaling van het oorspronkelijke Sri Guru Puran dat geschreven is in het Sanskriet. De vertaler Pandit Varun Matap Singh, tevens voorzitter van de stichting, zegt dat Guru Puran één van de 18 Puranas zijn die inzicht verschaf over het hiernamaals. Er zijn vier Vedas. In principe kunnen we praten over één Veda, maar omdat de materie gescheiden is, praten we over vier Vedas. Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. En al deze vier Vedas hebben heel veel kennis in zich, wat zich weer vertaalt in de Upanishad, in de Shastras. In de Puranas. Er zijn 18 Puranas. Van de 18 Puranas is de 6e Puran de Garuda Puran. Als we kijken naar de samenstelling van het menselijk lichaam, Man, Chit, Ahankar, dan zijn de 3 eigenschappen boven de 5 elementen van gas, lucht, vuur, water en aarde. Maar dan komt Man, Chit en Ahankar boven. Deze 8 geeft al een basis dat je een middelpunt bent. 8 is trouwens het middelpunt van de 15. 15 van de gesteldheid van de maan. Van begin naar nieuwe maan en van nieuwe maan naar volle maan toe. Als we deze Garuda Puran naslaan, waarom de 6e? De 6e is de man. 6e zintuig in dit lichaam is de man, onze emotie. Het is de emotie van de mens die de mens drijft op alles wat wij willen doen. Minister Amar Ramadien, die de president vertegenwoordigde, haalde aan dat de Sri Guru Puran inzichten biedt in hoe hoge functionarissen zich moeten gedragen. Hij is daarom van mening dat er om beter te regeren inspiratie gehaald kan worden uit dergelijke leerrijke boeken. En inspiratie te pakken om verder te gaan, om behoorlijk goed bestuur te leveren, zodat u... Ik, maar ook onze kinderen en toekomst van het land gered kan worden. Namelijk zegt en beschrijft de Garuda Puran de kenmerken van een goede koning en goed bestuur. Dus ik vertaal het naar een goede regering. En daar staat het, Dharma moet de koning leiden. De heerschappij moet gebaseerd zijn op waarheid en gerechtigheid. En de koning, in dit geval laat ervan uitgaan de president... moet het land beschermen tegen buitenlandse indringers. Belastingheffing moet draaglijk zijn. En de belastingbetalers mogen nooit in moeilijkheden komen. De vertegenwoordiger van president Chandrika Prasad Santokhi, minister Amar Ramadien. Hij sprak gisteravond in Rulis Event Venue tijdens de presentatie van het boek Sri Guru Puran. Uitgegeven door Stichting Pandit. De stichting behartigt de belangen van de Hindoe gemeenschap in Nederland.